Yo mensen, nieuw hier en welkom bij de Infinity Pack, aflevering 10. Zoals jullie zien zijn we niet bij onze basis, we zijn namelijk eventjes heel ergens anders. Ik had namelijk de vorige episode al aangekondigd dat ik na de episode op zoek ging naar meer presses. Maar jongens, het geluk wat ik zojuist heb gehad gaat echt helemaal nergens over. Ik heb letterlijk twee meteorieten hoeven te vinden. De eerste waren deze coördinaten, bij de coördinaten nou ongeveer min 126.773. Vervolgens kom ik hieruit, ietsjes verder en echt het hele land ligt hier helemaal bezaaid met Eén grote mega-meteoriet. En in deze meteoriet, in de chest tenminste. Vind ik gewoon in één keer patsboom. Drie van die patterns, drie van die presses. Dus ja, ik kan natuurlijk gewoon maar één ding zeggen. We zijn weer ongelooflijk lucky geweest. Maar we hebben nu wel gewoon in één klap: Bam! Alle presses gewoon die we kunnen gaan gebruiken voor Emmy. Dus ik ga ze er eventjes lekker uitpakken. En we keren snel weer terug naar ons huis toe. En we zijn inmiddels weer thuis aangekomen en natuurlijk beginnen we de aflevering weer autovertrouwd met het openen van een Lucky Blok. Let's go! Ho! Holy oh, shit! Ik dacht even dat er een of andere turner naar beneden kwam ofzo, maar dat bleef me gelukkig bespaard een emerald blok. Dat is natuurlijk wel nice, die gaan we eventjes meenemen. Hier uh, heb ik mijn pickaxe, zo, die is voor Quinn. Zo, heb ik die meegenomen en dan gaan we nu kijken wat we natuurlijk in de aflevering van vandaag gaan doen. De vorige episode waren we namelijk gebleven bij het volgende. We hadden hier een mooie setup gemaakt hier beneden om de Pure Fluix Crystals te kunnen gaan maken. En natuurlijk gaan die ook in de episode van vandaag weer een belangrijke rol spelen. Maar als het goed is heb ik er nog een aantal, ik heb er namelijk nog 12. En dat lijkt mij voor nu wel eventjes voldoende om in elk geval te gaan kijken of we het belangrijkste onderdeel van het ME systeem in elkaar kunnen gaan zetten. Namelijk de EMI controller. En die maken als volgt. We hadden al vorige episode even gekeken wat we ervoor nodig hadden. We hebben namelijk het volgende nodig. Waar staat hij? Waar staat hij? Daar zo staat hij. We hebben namelijk vier Pure Flux Crystals nodig. Die hadden we al. We hebben Skystone Blocks nodig. Die hebben we ook al. Het ging vooral om de Engineering Processor. En die moesten we gaan maken in de Inscriber. Die we helemaal aan het einde van de episode gemaakt hadden. Daarvoor heb ik allereerst de Engineering Press nodig. In combinatie met een Diamond. Oké. Okay. En ik heb hier trouwens eventjes allemaal presses neergelegd. En wat ik al zei, ik heb er wel een paar dubbel. Ik heb namelijk de silicon press heb ik dubbel. En ik heb de inscriber logic press die heb ik dubbel. Ik heb er dus ook al wat van deze Print engineering circuits gemaakt. Dat is namelijk heel erg simpel. Je plaatst hier namelijk de engineering press. Kijk maar die plaatst je gewoon bovenaan. En die combineer je met een diamond. En alles zal gewoon vanzelf gaan. Gewoon door middel van wat energie. Kan je heel klein beetje zien bovenaan? Nee, dat kan je helemaal niet zien bovenaan. Maar geloof me, gaat dat energie gebruiken. Heb ik dit in elk geval binnen? En nu moeten we dit opnieuw gaan combineren in de inscriber. Dan moeten we dit bovenaan plaatsen. Gaat dat? Dat gaat op momenteel even niet. Waarom gaat dat niet, jongens? Ja, het gaat nu wel. Onderaan moesten we wat redstone of in het midden moesten we redstone. En onderaan moesten we dus zo'n silicon gaan plaatsen, als ik het goed zag. Ik zal eventjes zo'n één keer kijken. Ja, een printed silicon. Oké, okay, dan moet ik allereerst nog eventjes de silicon presser bij gaan pakken. Maar ik zei al, die heb ik ook natuurlijk gewoon. Die heb ik zelfs dubbel, geloof ik. Yep, die heb ik hier liggen. Gaan we even alles eruit pakken? Gaan we deze presser instoppen? En dan moeten we alleen nog even wat silicon gaan regelen. Regelen natuurlijk, vind Dat kon ik wel lekker Engels. Maar we gaan het dus eventjes regelen. Volgens mij moet ik daarvoor zand hebben. En zand hadden we de vorige episode al gezien. Is super makkelijk te verkrijgen door middel van de pulverizer. We hadden namelijk de vorige episode al gezien. Je kunt namelijk gewoon cobblestone gaan pulverizen tot aan zand. Dit zand gaan we er opnieuw uithalen. Dus gewoon zo. En dan gaan we dat zand gaan we opnieuw in de pulverizer stoppen. En dan krijgen we als het goed is silicon. Ja, dat silicon krijgen we inderdaad. En dat silicon kunnen we hier gaan gebruiken. Gewoon hier plaatsen we het. Kijk, hier bedoel ik. Zo. En dan gaat hij ook weer zijn werk doen. En dan gaan we deze drie elementen gaan met elkaar combineren. Dus dan komt het al, de silicon press plaatsen we volgens mij onderaan, dus hier plaatsen we die, dan moet ik eerst dat eruit halen, zo, silicon press plaatsen we hier zo, dan plaatsen we midden plaatsen we redstone en bovenaan plaatsen we zo'n printed engineering circuit, dus gewoon zo, zo en dat geeft ons het volgende, namelijk de engineering processor en die hadden we nodig voor het in elkaar zetten van de controller. Even kijken, waar heb ik al die stoom gelaten? What Wat fuck? Ik dacht dat er een spin achter me stond. Waar heb ik het volgens gelaten? Oh, hier. Oké, okay, hier heb ik er vier voor nodig. Dan heb ik er hier vier voor nodig. En ja, we zijn er gewoon helemaal klaar voor, jongens. We kunnen hem gewoon ineens in elkaar gaan zetten. We gaan hem dus ook gewoon gelijk maken. Let's go, de MI-controller is vanaf nu gewoon binnen. Dit is eigenlijk gewoon een centrale punt van het hele MI-systeem. Maar natuurlijk nog lang niet alles. Allereerst ga ik echt even je spinnenkopje kleiner maken hoor. Ik word helemaal gek van dat ding. Maar we hebben nu dus eindelijk wat we nodig hadden: We hebben eindelijk de ME-Controller. Maar dat is natuurlijk pas het begin van het hele systeem. We hebben namelijk ook nog andere onderdelen nodig. Want ja, we gaan het hele systeem gebruiken voor het opslaan van spullen. En ja, voor het opslaan van spullen heb je natuurlijk ook logischerwijs een opslag nodig. Daarvoor heb je twee mogelijkheden. Het slechtste oplossingje, tenminste de slechtste mogelijkheid, is gewoon de ME-Chest. Ik zal er even bij gaan pakken. ME-Chest. Hier zo staat hij al. Die maak je namelijk op deze manier: met Pure FluX Crystal. Met wat iron ingots, met wat bekabeling, een terminal en ook nog wat glas. Dat is een slechte oplossing. Je kunt namelijk ook gewoon gelijk voor de Emmy Drive gaan. Dat is eigenlijk als het ware gewoon meerdere chests in één, meerdere opslagmogelijkheden in één. En die is wel ietsjes duurder, maar ja, je maakt je gewoon op deze manier. En we zagen net al, dat is eigenlijk gewoon super simpel te maken. Dus ik ga even al deze spullen maken en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. En volgens mij heb ik inmiddels alle spullen weten te verzamelen. We gaan namelijk allereerst het quartz fiber combineren met de Pure flux Crystals. Gewoon zo heb ik dat in elk geval binnen. Dan moet ik alleen maar eventjes wat Eventry vrijmaken. Maar gelukkig jongens, het zijn de allerlaatste minuten op deze server dat we lopen te strukkelen met opslag. Even kijken hoor, we hebben volgens mij alles nu. Uh, ik moet er nog even mijn dingetjes erbij pakken natuurlijk, die ik zojuist gemaakt heb. Ik heb hier namelijk nogmaals twee van deze engineering processors gemaakt. Die ga ik er dan bij pakken. De rest pak ik zo meteen wel allemaal op de grond gooi En dan kunnen we hiermee dus de ME-drive in elkaar gaan zetten. Tenminste, dat is de bedoeling. Heb ik nog wel Arninkers. Ja. 1, 2, 3 en nummer 4 daar zo. Volgens maken we het aan de bovenkant en onderkant af met deze Engineering Processors. En dan maken we het aan de zijkant af met de kabels. En dat geeft ons een ME-drive. Oké. Okay. Dan is dat in elk geval binnen. Dan gaan we alvast kijken waar we de hele setup willen gaan maken. Ik heb namelijk een beetje rondgekeken waar nou eigenlijk een goede mogelijkheid was om zo'n systeem te gaan maken. Nou, aangezien ik aan deze kant toch niet uit kan breiden, want dat heeft namelijk de volgende reden. Kijk maar, hierachter zit namelijk gewoon pas tankers tanksconstruct over. Hierachter maakt het daarom ook niet echt uit als de muur heel erg lelijk is, want je ziet het toch niet, want dan het zit echt letterlijk gewoon achter de tanksconstruct over. Dus wat ik eventjes ga doen is het volgende. Ik ga er denk ik allereerst voor zorgen dat we hier die tank weghalen. Die tank staat namelijk nog steeds hier. Die tank gaan we weghalen. Kan ik daarbij. Heb ik die tank al serieus niet. Fuck my life. Wacht even hoor. Eventjes wat spulletjes gaan dumpen. Ik moet namelijk die tank even persen hebben. Die tank moeten we namelijk eventjes gaan verplaatsen naar de achterkant. Daar kan ik er nog wel eventjes bij kan natuurlijk. Mocht ik hem moeten bijvullen. Dus dan gaan we eventjes hiernaar zetten die tank. Lava tank. Alle lava blijft er gewoon in zitten. Zo. En dan gaan we deze kant gewoon vervangen. Hier komt hij en dan heb ik hier een mooie ruimte om het hele systeem op te gaan zetten. Het systeem gaat niet ongelooflijk groot worden of zo. Het gaat echt gewoon totaal niet breed worden. Waarschijnlijk echt gewoon twee en maximaal twee breed. Gaat totaal niet veel innemen. Dus wat ik ga doen is het volgende. Ik ga allereerst namelijk hier onder de grond. Ga ik even wat bekabeling doortrekken. Zo heb ik hier een mooi tunneltje gemaakt. En dan gaan we vanuit hier gaan we de les Flux Fluxdux doortrekken. Gewoon deze kant op. En dan kunnen we hier mooi gaan beginnen met MI. Oké, okay, gaan we weer naar boven toe. Zo, deze kant op. Hier een kabeltje. En dan kunnen we zo meteen hier ergens mooi de controller gaan plaatsen. Het is namelijk zo met MI, met Applied Energy Stick. Is het eigenlijk gewoon zo dat machines elkaar energie gaan geven. Zolang machines namelijk gewoon met elkaar in verbinding staan. Zullen ze ten alle tijde gewoon hun energiehoeveelheid gaan delen. Daar kom ik zo meteen wel even op wat ik daar precies mee bedoel. Maar allereerst gaan we gewoon kijken hoe het allemaal gaat werken. Laten we gewoon allereerst de controller onder de grond gaan maken. Dat lijkt me allereerst wel wat mooier. Dus de controller gaan we bijvoorbeeld eventjes hier maken, die zetten we gewoon hier op de grond neer. Dus gewoon, kabam. Binnen enkele seconden zal die gaan knipperen en dan weet je dat die werkt. Kijk maar, het, uh, ja het is wel vrij duidelijk dat die werkt lijkt mij op deze manier. En een mooie plek voor de drive lijkt mij toch wel gewoon hier. De drive heb je namelijk eigenlijk alleen maar nodig als je zeg maar, wat bij wil vullen. Bijvoorbeeld, ik zet hem hier neer. Dan open je hem. En dan kan je hier zeg maar, gewoon verschillende soorten stoortjes. Oftewel, verschillende soorten opslagdisks. Zo noem ik ze hem eventjes, Kan je hierin plaatsen. Maar zolang je dit ding niet gebruikt, zolang je hem niet wil bij wil vullen. Dan kan je hem gewoon lekker hier laten staan. En mocht ik er een keertje bij moeten. Ja, het is heel erg simpel natuurlijk om hier de muur te weg te gaan halen. Maar dan staat hij niet echt in de weg. En niet tegen het zicht. En is niet echt heel erg lelijk ofzo. Dan gaan we hier vervolgens. Gaan we hierboven gaan we wat MI-bekabeling neerleggen. Ik heb er nog precies twee. Dat lijkt me echt voldoende voor nu. Dan gaan we dat hier naar boven toe leiden. En dan kunnen we op deze kabels kunnen we de zogeheten panels gaan plakken. En die panels heb je in verschillende soorten en maten. Ik zal het even laten zien. Ik zal even een paar panels erbij gaan pakken. En hier heb ik er een aantal. Bijvoorbeeld de ME Terminal. Ik heb hier een Essentia Terminal. Een ME pattern Terminal. Een ME Crafting Terminal. En al deze panels, al deze panelen. kun je eigenlijk gewoon hier zo op de bekabeling gaan plakken. Maar degene die wij vooral gaan gebruiken. is de ME Crafting Terminal. Dus we gaan kijken hoe we die in elkaar zetten. Die maak je namelijk gewoon door middel van een normale terminal. Ziet er allemaal ongelooflijk ingewikkeld uit. Maar geloof me, het is eigenlijk super simpel. Kijk maar, super simpele receptjes. Totaal niet moeilijk. Het enige wat we nogal nodig hebben. is een Calculation Processor. En die maken we weer door middel van een. inscriber, door middel van deze dingen. Even kijken hoe maken we die met een Pure Certus Quartz Crystal in combinatie met een Inscriber Calculation Press. Oké, okay, gaan we die er allereerst eventjes bij pakken. Uh, deze heb ik dan nodig. Gaan we die erin douwen. Gaan we de andere eruit pakken. Er zit niks meer in. Helemaal mooi. En dan moet ik dus nog eventjes zo'n Pure Quartz krijgen. Dus, als ik het goed begrijp, hebben we gewoon wat zand nodig. En dat zand combineren we gewoon met Surter Squads dust. En inderdaad, geeft ons gewoon Surter Quartz Seed. En dat moeten we opnieuw daar neer gaan zetten bij die Growth Accelerators daar, zo weet je wel. Dus we gaan nog eventjes wat zaadjes erbij pakken. Dus gaan we dan dit pakken we erbij en dit pakken we erbij. En dat geeft ons in totaal gewoon vier zaadjes van deze Surter Quartz. Oké, okay. gaan we weer terug naar de Growth Accelerators en zullen we daar eventjes in gaan gooien. En waarschijnlijk zijn we dan binnen twee minuten gewoon weer klaar. En voor de rest ga ik eigenlijk gewoon alle spullen heel erg simpel verzamelen. En dat ga ik vooral buiten het recorder omdoen. want is niet heel erg Interessant om naar te gaan kijken. Dus vooral gewoon craften. we gooien het hierin, twee minuutjes wachten, be the back. En volgens mij heb ik inmiddels alle spullen weten te verzamelen. Om ook echt daadwerkelijk alles in elkaar te kunnen gaan zetten voor het hele systeem. Dus als het goed is, zijn dit echt gewoon de laatste paar minuten op deze server zonder dat ik gewoon echt een MI-systeem heb. Dat hoop ik tenminste. Ik heb het al flink onderschat. want ik dacht van het doe ik wel eventjes. Maar het is toch flink wat werk. Ben ik al achtergekomen. Die heb ik in elkaar gezet, dan moet ik nu de andere helft in elkaar zetten. Hoe maken we die dan? Oh, al die recepten lijken ook zo ongelooflijk erg op elkaar. Hè? Ik heb net een quartz nodig. Net een quartz heb ik toch. Fuck, volgens mij is het gewoon dezelfde. Formation. Nee, Anulation. Oké, okay. is wel de goede. Formation core hier. Annihilation core aan de achterkant en onderaan afmaken met zo'n logic processor. En dat geeft ons een mi Terminal. Die kan je trouwens ook al gewoon aankoppelen, maar dan zul je niet kunnen gaan craften door middel van het systeem. En dat is juist een functie die ik juist wel wil gaan gebruiken. En dan komt die de allerlaatste stap. We gaan namelijk een crafting table in elkaar zetten. En die plaatsen we in het midden. En dat geeft ons de Emmy Crafting Terminal. En in deze terminal kunnen we natuurlijk gewoon, wat ik al zei, op de kabels plaatsen op deze manier. En vanaf nu kun je gewoon het systeem gaan openen. En dit is gewoon eigenlijk het hele systeem wat we kunnen gaan gebruiken voor craften. Voor item store en noem het allemaal gewoon op. Maar ja, ik zei het al. van. We moeten namelijk een opslagplek gaan creëren. In deze Emmy Drive, die hier zo staat. We hebben namelijk verschillende soorten plekjes waar we het kunnen gaan inputten. En dat gaan we natuurlijk gewoon, gewoon gelijk eventjes doen. Dat we ook echt daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. En opslaan en zo. Daarvoor hebben we namelijk storages nodig. En hier zo staan ze: alle storage cells op mijn rij. Je hebt natuurlijk ook een Creative Storage cell, die kun je alleen gebruiken in Creative Mode. Je hebt 1K, 4K, 16K, 64K en ga zo maar door. Ook allemaal andere varianten. Natuurlijk is dit echt ongelooflijk moeilijk om te krijgen. Moet je kijken wat je al moet craften. Daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Ik ben eigenlijk gewoon meer een fan van de 1K storages en dat je er daar gewoon meer van maakt. Gewoon een stuk of 2A3 lijkt me voor nu al voldoende. Die maken we namelijk met zo'n 1K ME Storage Component. En die maken we dus op deze manier. Oké, okay, nou, op zich heb ik nog wel redelijk veel. Ik heb nog drie Logic Processors, dus ik kan nog wel een redelijk eindje komen, denk ik zo. Ik twijfel alleen hoeveel kwarts ik nog heb. Ik heb het volgens mij niet superveel meer. Oké, okay, ik kan er niet super veel meer vinden. Dus wat ik denk voor nu eventjes ga doen is gewoon twee van die storage's maken. En dan kijken we later wel gewoon verder. Ik kan er namelijk wel gewoon twee in elkaar gaan zetten. Die zijn op hun beurt binnen. En dan moet ik die alleen nog eventjes gaan combineren met wat redstone, wat iron en wat kwartsglas. Maar volgens mij heb ik dat ook allemaal al... Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, gaan we het erbij pakken. Let's go. Nummer 1 en nummer 2 is natuurlijk ook gewoon gelijk binnen. En wat ik al zei, deze twee gaan we namelijk gewoon hier plaatsen. En vanaf nu zullen we ruimte hebben in deze storage, deze hele terminal. En kunnen we er ook echt daadwerkelijk... Items in gaan gooien. Jawel jongens, eindelijk. We kunnen er eindelijk items in gaan smijten. We hebben geen problemen meer met al die gewoon graf lelijke chests die overal staan. We kunnen nu eigenlijk gewoon alle belangrijke items over gaan hevelen. Zoals de emeralds, zoals eigenlijk elke oor die je maar kan verzinnen. En natuurlijk gewoon een beetje basic dingen zoals cobblestone, hout, glas, noem het allemaal op. Alles kunnen we er gewoon in kwijt. Ik ga eventjes een mooie selectie hierin maken van de items die ik wil gaan gebruiken in het systeem. En dan kom ik zo meteen weer jullie terug. Zo, en ik heb inmiddels alle belangrijke spullen overgeheveld. Van alle chests naar het systeem toe. Inclusief alle barrels die daar stonden. Kijk maar, alle chests zijn nu ja, best wel leeg eigenlijk. In vergelijking met een paar minuten geleden. Alleen deze chest is een beetje vol met junk. Nou, maakt verder ook niet uit. Kijk maar, deze is bijna helemaal leeg. En deze is ook wel redelijk veel opgeleegd. Alle barrels dus weg, die zitten allemaal in het systeem. Laten we zo met een mooi voorbeeldje erbij gaan pakken. Dat we ook echt daadwerkelijk kunnen zien dat we kunnen gaan craften door middel van het systeem. Maar laten we allereerst dit hele systeem aan NEI gaan linken. Dat is namelijk super handig. Dan kun je namelijk gewoon door middel van het hele systeem via het zoekbarretje hier zo. Kun je automatisch heel snel bij NEI gaan komen. Dat gaan we namelijk gewoon zo doen: NEI Synchronized Auto. En wat kunnen we hiermee doen? Dan kunnen we namelijk gewoon Lucky Block invoeren. Hier zo op de Lucky Block klikken. Shift rechter muisknop of linker muisknop. En je kunt gewoon super simpel aan deze dingen komen. Zo, maak er gewoon nog gelijk een paar. Zo, maak er gewoon gelijk drie. En die gooien we in het systeem. En dan kunnen we natuurlijk aan het einde van een episode kunnen we heel erg simpel een Lucky Block hier uitpakken. Werkt gewoon awesome. Ik ben er blij mee. Nice. En we zijn de afgelopen twee episodes aardig technisch bezig geweest. Daarom lijkt het mij nu een leuk idee om in een beetje wat magischer te werk te gaan. We gaan namelijk eventjes een beginnetje maken aan TomCraft. Want ook in deze modpack zijn we heel erg veel add-ons van TomCraft aanwezig. Waarmee we echt een aantal leuke dingen op kunnen gaan zetten. En ik weet dat een aantal mensen niet echt een fan is van TomCraft. Maar al het researchen, uh, alle saaie dingen ga ik er gewoon proberen uit te filteren. Laten we gewoon allereerst het kunnen gaan openen. Als je trouwens niet weet hoe je de Tamenameken tam moet maken is echt super simpel. Je moet namelijk gewoon allereerst wat iron nuggets erbij gaan. Gaan pakken en daarmee moet je iron caps gaan maken. Ik zal even laten zien hoe je ze maakt. Iron caps, even kijken. Ik laat ze wel even zien. Die maak je namelijk gewoon door middel van vijf iron nuggets. Daarmee moet ik allereerst nog eventjes een wand in elkaar gaan zetten. Dus ik ga eventjes wat woede erbij pakken. Woede erbij pakken, zo hier zo. En dan maken we wat sticks mee. En als het goed is, kan ik hiermee een iron cap de woede wand in elkaar gaan zetten. Dat is eigenlijk gewoon de basic wand waarmee je altijd begint. Let's go, die is vanaf nu gewoon binnen. Vervolgens pak je een boekenkast. Die ik natuurlijk ook gewoon echt heel veel van heb. Die zetten we neer. Rechter muisknop en dat geef je een tam en dan. Maar ik heb er dus al eentje. Dus we gaan er gewoon eentje in het systeem laten. Mocht ik hem ooit een keertje gaan verliezen. Maar jullie snappen mijn punt, denk ik wel. We gaan gewoon lekker aan de gang met TomCraft. En we gaan gewoon gelijk ook iets nuttigs doen. We gaan namelijk kijken hoe we de Ring of Nutrition in elkaar kunnen gaan zetten. Maar dan zie je ook al gewoon gelijk een melding in het rood. You need scribing tools and paper to get as research notes. Oké, okay, dan gaan we gewoon wat paper erbij pakken. Dat heb ik waarschijnlijk nog. En scribing tools heb ik nodig. Even kijken, heb ik helemaal geen paper meer? Waarschijnlijk ook wat zoekencans, toch? Ja, zoekencans heb ik wel. Ga ik er daar gewoon een aantal van maken? Zo, paper heb ik. En heb ik dus scribing tools nodig. En scribing tools lijken heel erg op boek en kill. Maar toch net even iets anders. Dus die maak je namelijk gewoon in plaats van met een boek, maak je die met een glass file. Oké, okay. gaan we dat er even bij pakken. Glass gaan we pakken. Zo, en dan gaan we hiermee gewoon wat files in elkaar zetten. Tenminste, je kan het ook met glass bottles doen. Zo, ik heb een aantal Inkstex weten te verzamelen. En hiermee gaan we vervolgens gewoon de Scribing Tools in elkaar zo, ik heb alle spullen weten te verzamelen. Dan gaan we de scribing tools in elkaar zetten. Ik moet er nog eventjes de glass file hebben, die heb ik trouwens in mijn inventory. Zo, en dat geeft ons de scribing tools. Vanaf nu kunnen we namelijk gewoon research notes gaan krijgen. Gewoon een heel erg simpelweg door erop te gaan klikken. Zo, en dan moeten we nu even wat onderzoek gaan doen. Maar hoe gaan we onderzoek doen? Super simpel. We hebben we alleen allereerst wat tafeltjes voor nodig? Dus die gaan we even snel nou in elkaar zetten. Even kijken, waar kan ik die vinden? Echt zoveel tafeltjes, jongens. Holy shit, hier zo staan ze. De tables van TomCraft. En die maak je op deze manier. Ik heb alleen eerst eventjes wat slabs nodig. Heb ik die überhaupt nog? Nope. Die heb ik niet meer, geen enkel probleem. Gaan we die eventjes erbij pakken. 1, 2. Zo. En dan gaan we hiermee dus die tafeltjes in elkaar zetten. Table, let's go. En dan heb ik er gewoon drie nodig, wat ik al zei. Zo, die zijn dan binnen. Waarschijnlijk voor nu ga ik het eventjes hier neerzetten, maar uiteindelijk ga ik ergens achter mijn huis, waarschijnlijk echt achter mijn Botania setup daar zo, ergens daar in de buurt, ga ik een eigen Tomcraft base maken. Maar voor nu ga ik het eventjes hier neerzetten. Eén tafeltje gaan we gebruiken met de wand en de andere tafel gebruiken we met de scribing tools. En dat geeft ons eigenlijk gewoon de basic tools van Tomcraft. Hiermee kunnen we straks items gaan maken en hiermee kunnen we eigenlijk alles gaan onderzoeken. We gaan namelijk hier het kaartje plaatsen, maar dan zie je al meteen het volgende probleem. Je ziet namelijk drie vraagtekens. We hebben namelijk echt maar kennis van een paar aspecten en die aspecten Respecten moeten we allereerst uit gaan breiden. Dit kan je doen door middel van de tafel op deze manier. Maar je kan het ook doen door middel van een thalmameter. Dus we gaan kijken of we een talmeter in elkaar kunnen gaan zetten. Talmameter. Even kijken. Ja, dat kan inderdaad. Talmamieter is binnen. Echt, jongens, ik hou van Emmy. Ik hou daar zo erg van. Vroeger was het altijd zo'n stukkel. Tenminste, vroeger, 10 minuten geleden, was het echt stukkel om aan items te gaan komen. En nu is het allemaal zo simpel en snel. Je kan natuurlijk ook gaan onderzoeken. Kijk maar, gewoon water onderzoeken. Zit bijvoorbeeld aqua in en ga zo maar door. Gras kan je onderzoeken. Nou, kan ik nog niet. Zand kan ik onderzoeken en ga zo maar door. En natuurlijk kun je ook gewoon items onderzoeken. Bijvoorbeeld een bol weet ik bijvoorbeeld dat factures in zit. Kijk maar die gooi je neer. En dan krijg je zo'n leeg rondjes aspect. Kijk maar. En vanaf nu zal het aspect ook gewoon zichtbaar zijn hier zo in de tafel. Maar wat ik nu ga doen is heel erg simpel. Ik ga namelijk gewoon een aantal aspecten vinden. Kijk, eerste aspect is hier opgepopt. En als ik alle aspecten heb ga ik bij die terugkeren. En dan gaan we kijken of we de puzzel af kunnen gaan maken. En het heeft wel een aardig tijdje geduurd. Dat zie je waarschijnlijk ook al aan de rechterkant van mijn scherm. Daar zie je echt gewoon al die rijen met aspecten gewoon binnenvliegen. Van wat ik allemaal onderzocht en ontdekt en zo allemaal heb. Maar ik heb eindelijk de drie aspecten gevonden die hierin zitten: In de ring of nutrition. Oftewel een beetje de ring van voeding. Zo kan je het wel een beetje zien. Maar deze drie aspecten zijn het dus. Tweede daarvan zul je waarschijnlijk wel kennen. Ik zal ze eventjes bij gaan pakken. Dat zijn namelijk gewoon normale, normale aspecten van een normale Thumbcraft. namelijk fames. En Aan de bovenkant heb je ook nog het andere. Dat heb je het hartje. Dit staat hier ergens, viktes heen. Het hier zo, maar hier heb je een nieuw aspect. Dat aspect is namelijk van de Forbidden Magic, oftewel een van de add-ons van Tomcraft. En gula maak je als volgt. Dat is namelijk een combinatie van dat fames en van Vacuous, oftewel dat lege rondje, weet je wel, wat dus in bols zit. Oké, okay, maar we zijn er gewoon helemaal klaar voor. Wat nu eigenlijk gewoon de bedoeling is van dit puzzeltje, ik zal het eventjes heel snel uitleggen. Enige keer dat ik het uitleg van het dan ga ik het dan gewoon skippen, want het is niet heel erg leuk om naar te kijken. En nu is het eigenlijk gewoon de bedoeling dat we al deze aspecten met elkaar gaan verbinden. Hoe kan je nou iets verbinden? Nou, heel erg simpel. Ze hebben namelijk allemaal een aspect gemeen. Je kunt ze allemaal op de een of andere manier, kun je de aspecten onderling met elkaar gaan verbinden. Bijvoorbeeld, Fames, dat zagen we net al. Even kijken, Fames, waar staat die? Hier, zo staat die. Fames is namelijk een combinatie van vacuous en van fictus. Nou, fictus hebben we al. Dus eigenlijk hebben deze twee al gewoon Victus gemeen. Dus gaan we hier bijvoorbeeld vacuous plaatsen. Zo. En dan gaan we hier bijvoorbeeld vacuous plaatsen. En dan verbinden we dit dus met zo'n Fame-tekentje. Heb ik dat waarschijnlijk niet? Nope, dat heb ik helaas niet. Dan moeten we eventjes gaan maken dan. Dat maak je namelijk gewoon op deze manier. Even kijken, heb ik nog een hartje ergens? Hartje, hartje, hartje. Of is die ook helemaal leeg? Ja, die is ook helemaal licht. Nou, moeten we even nieuwe hartjes gaan maken? Dat is weer een combinatie van water, of tenminste van aqua en van terra. Even kijken, hier zo staat die. Kijk maar, die gaan we met elkaar combineren. En dat geeft ons gewoon dat fictus. Oké, okay. dat fictus gaan we dus op zijn beurt weer combineren met dat vacuous En dat geeft ons dus weer fames. Dat staat dan weer hier, dat is van hier weer geunlocked. oké. Okay. En dan kunnen we het hier gewoon met elkaar gaan verbinden. Doen we dat nogmaals? Hier plaatsen we fames. Plaatsen we hier nogmaals zo'n vacuous dingetje. Zo, en dan kunnen we het gewoon nu met elkaar verbinden als we hier zo'n famous dingetje plaatsen. En dan zijn deze twee aspecten dus met elkaar verbonden. En dan moeten we nu alleen nog even gaan kijken naar gula. En gula is dus een combinatie van fames en van vacuous. Dat klinkt allemaal misschien heel erg ingewikkeld momenteel. Maar eigenlijk is het echt gewoon super makkelijk. Iedereen kan het. Zo, moeten we nog maar één onderdeeltje hebben. Dat kan namelijk op verschillende manieren. We Moeten deze vacuous dingen met elkaar combineren. Maar we kunnen ook gewoon opnieuw zo'n gula'tje er plaatsen. Zo, die daar. En dan hebben we nu gewoon het recept gecomplementeerd. Zat dat dan woord? geen idee. Maar we hebben dat voor binnen. Dan gaan we nu gewoon rechtermuisknop doen. En vanaf nu kunnen we er gewoon heel simpel bij. En kunnen we gaan kijken. Hoe we dit in elkaar gaan zetten. Nou, eigenlijk super simpel. We maken het namelijk door middel van gluteny shards. Die heb ik al een keertje verzameld. Een Mundane Ring en ook een diamond. Een Mundane ring kan je maken door middel van gold Nuggets. Heel erg simpel receptje. Pak even wat gold Nuggets uit het systeem. Gold Nuggets. Let's go. Die gaan we dan maken. We gaan over naar de Arcane Workbench. En maken het gewoon op deze manier. Heb je helemaal geen aspecten voor nodig, helemaal niks. Kan ook gewoon op een doodnormale crafting table geloof ik. Oké, okay. maar de ring heb ik in elk geval binnen. De Gluttony shards, die ga ik zo meteen even op terugkomen hoe je die kan verzamelen. En ik heb ook nog een diamond nodig. Oké, okay. nou, gaat op zich wel goed komen. Laten we allereerst onze staf gaan pakken of onze wand gaan pakken. En die op gaan vullen met een aantal aspecten. Ik heb maar een paar aspecten, kijk maar. Ik heb 2, 4, 3, 3. En die kan je op gaan vullen met de zogeheten oude notes. Op zoek naar een oude noot. En daar in de verte zie je bijvoorbeeld al een oude noot. Valt heel erg op als je door je tamomieter heen kijkt. En allereerst moet ik even dit ding gaan killen. Doe de ledoki Maar we gaan eens dus eventjes dit dingetje onderzoeken. En als ik het goed zie heeft hij een vrij groene kleur. En dat zal waarschijnlijk gaan betekenen dat er heel veel van het terra aspect in zit. Inderdaad 78 terra. Gaan we opvullen door middel van de wand. Nee, 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 nee. nee Wat is er nou gebleven? Waar ben ik nou? Jongens, nu ben ik mijn oude ding kwijt. Mijn oude noot. Oh, hier. Ik sta gewoon naast. Wauw. Nice, Quinn. Oké, okay, maar we gaan eventjes de wand opvullen door middel van het aspect. Waarschijnlijk kan er maar 25 van het, dat aspect in, maar dat maakt echt totaal niet uit. Ik heb namelijk maar zometeen, ik geloof, 20 nodig wat er stond. Zo, nu is hij opgevuld en als je goed kijkt, staat nu inderdaad het groene aspect, staat 25. Want deze wand, deze basic wand, kan van elk aspect maximaal 25 erin gooien. Nou, het maakt op zich niet super veel uit. We zagen het al, aan 20 hebben we namelijk genoeg. Ik ga de andere twee aspecten zoeken. Be the back! En ik denk dat ik hier inmiddels de laatste oude noot gevonden heb. Waarschijnlijk zit hier wel wat perditio in. Nou, de boot gaat er ook wel lekker vandoor. Zit er perditio in? Inderdaad, er zit wel wat perditio in. We kunnen onze man nu op gaan laden. Tenminste, dat hoop ik. Uh, moet ik wel goed klikken, natuurlijk. Ik moet net niet onder water zitten, want anders gaat het niet precies werken. Oké, okay, maar ik heb alle aspecten weten te verzamelen. Dan gaan we nu weer lekker terug naar huis toe keren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de boot is er inmiddels alweer vandoor. Uh, kom naar nou hier, jongen. Even kijken, is het ver terug naar huis? Dat is de meteoriet. Ah. Nou, maakt niet zo heel veel uit. Ik ga terug naar huis toekeren. En dan kunnen we alvast gaan kijken wat de Gluttony Shards gaan doen. Het is namelijk zo: De Gluttony Shards is een speciaal item van Forbidden Magic. Er worden namelijk door Forbidden Magic 7 nieuwe shards toegevoegd. En allemaal staat in een kleine beschrijving, een soort van ja, mysterieuze beschrijving over. En Gluttony Shards kun je gaan verkrijgen elke keer als je een voedselje naar binnen werkt. Gewoon of het nou porkchop is, of nou beef is. Elke keer als je het voedsel naar binnen werkt, heb je gewoon een bepaald percentage kans om zo'n gluteny shard te gaan krijgen. Ik heb er geloof ik al een stuk of zes of zeven. dat gaat helemaal goed komen. Misschien hebben sommige mensen al een keertje gezien dat ik een voedseltje naar binnen toe werkte en dat ik dus zo'n gluteny shard kreeg. Maar, in ieder geval, ik ga terug naar huis toe. Zo, nu zijn we weer thuis aangekomen. En wat is dit dan weer? Waarom zit er nou in godsnaam in een kattenhuis? Nou, op zich is het wel gezellig natuurlijk. Alleen dat mouwen, dat hoeft dan weer niet. Oké, okay. we gaan nu de wand erin plaatsen, let's go, ik heb hier alle spullen al staan en het geeft ons de ring of nutrition, oftewel de ring van voeding. Het is namelijk zo, als ik deze ring aan heb, dat ga ik allereerst eventjes doen, gewoon in de ringslot hier zo, als ik die ring aan heb, gewoon ten alle tijde is er namelijk gewoon een kans dat het voedsel wat beter gaat, kijk maar. Maar deze ring gaat er dus voor zorgen dat als ik voedsel naar binnen toe werk, dat ik elke keer gewoon een kans heb dat de voet gewoon wat meer levens erbij geeft, tenminste wat meer voedselbarretjes erbij geeft en er gewoon wat langer voor zorgen dat mijn voedselbar ook echt intact blijft. Ik kan hem niet echt precies testen. Ik kan wel even kijken hoeveel het erbij geeft. Nou, het geeft in dit geval 3 bij. En weer 3 bij. Nou, dat gaan we allemaal zien. Het gaat echt in totaal. Gaat het echt zeker weten schelen. Maar het is vrij moeilijk om in één keer aan te kunnen tonen. Maar over het algemeen gaat het er gewoon voor zorgen dat we veel langer kunnen gaan doen met voedsel. Een leuke ding voor de. Ja, voor early game. Gewoon voor het begin van je wereld. Scheelt je gewoon weer wat voedsel. Is toch wel nice om te hebben. Maar nu is het gewoon weer tijd om mijn Lucky Block te gaan openen. En ik dacht van laten we een keertje een andere plek gaan kiezen om onze Lucky Block te gaan openen. Ook al is het misschien niet helemaal slim. Want echt jongen, die andere sport gaf echt gewoon geluk. We hebben echt al, nou laten we zeggen, vijf Lucky Blocks lang. Op die Angelo, denk na, die Silverfish weet je wel. Hebben we eigenlijk alleen maar goede rewards gehad. Met diamonds, nog meer diamonds. Met die kippen-eieren weet je wel. Nou, aan het begin van deze episode natuurlijk ook weer Emerald. Nou, we gaan het gewoon zien. We gaan het neerzetten. Let's go. Oh. -oh. Meet dit? Weer diamonds. Wat? Een stack met gunpowder. Echt jongen, die creepervorm heeft nog amper nut eigenlijk op deze manier. Maar natuurlijk ga ik hem nog wel maken. Maar hiermee met deze Lucky Block zijn we ook gewoon gelijk aan het einde gekomen. Van episode 10 van deze Infinity Pack. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer van genoten. En heb je er nou van genoten, doe dan zeker weer een blauw duimpje omhoog. En zie ik jullie graag volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van de Infinity Pack. Peace jongens!